Waarom dit webinar over samenwerken met de mensen om wie het gaat? Omdat je echt wil aansluiten bij de mensen om wie het gaat. Omdat je echt draagvlak wil creëren en acceptatie van de aanpak die je inzet. Het is nodig dat je echt effect bereikt en een goede implementatie hebt. En wat het ook doet door met mensen samen te werken om wie het gaat, is dat je hen empowert. Hen empowert om erbij te zijn, om die samenwerking aan te gaan. Maar hoe doe je dat? Soms lijkt dat heel erg ingewikkeld zien mensen heel veel drempels. Maar de vraag is dat ook echt zo? En daar gaat deze pop-up over. Over de praktische inzichten die we in het afgelopen maanden in het leertraject hebben opgedaan. De geleerde lessen die we samen met de coalities hebben opgehaald. De ervaringsdeskundigen die betrokken zijn, die ons van alles hebben geleerd. En dit doen we allemaal om die ervaringsdeskundigheid een hele goede plek te geven aan jouw coalitietafel. Vandaag gaan we in het programma van het webinar gaan we vandaag het hebben over het belang op landelijk niveau en zowel op lokaal niveau van het samenwerken met de mensen om wie het gaat. We gaan daarbij luisteren naar pitches van de mensen die betrokken zijn bij het leertraject over de lessen die zij geleerd hebben. En daarnaast gaan jullie nog in breakout rooms het hebben over alle eye-openers die je tijdens dit programma hebt opgedaan. We werken vandaag met een heel leuk team van VAROS. Nou, ik ga jullie niet allemaal noemen, maar ik ben heel blij dat jullie er zijn. En daarnaast hebben we hele leuke externe sprekers. Angela, programmaleider van Kansrijke Start. Judith, Jenny en Lubnar zijn ervaringsdeskundige en sleutelpersoon die er vandaag ook bij zijn. En de deelnemers van de coalities Rondevenen, Vechtdal, Utrecht, Noord-Limburg, Asten, Eindhoven en Almelo. Nou, fantastisch dat jullie er allemaal zijn. Marjan, voor jou een wrap-up van het leertraject. Precies, ja. Ik ga jullie even kort meenemen in waar komen we vandaan? Wat is hier aan vooraf gegaan? Vorig jaar, 10 december, hebben we over hetzelfde onderwerp ook een pop-up bijeenkomst georganiseerd en de oproep gedaan aan jullie van, joh, geef je op voor een leertraject. Nou, 10 coalities zijn met onze uitdaging aangegaan. En van eind januari tot eind april zijn we aan de slag gegaan. Het leertraject bestond uit twee delen. Enerzijds advies op maat en anderzijds inspiratie- en leerbijeenkomsten. We hebben er 3 georganiseerd met ervaringsdeskundigen en experts. Het was echt een hele mooie co-creatie. We hebben ook zoiets van, ja, practice what you preach. Dus dat was gewoon heel erg interessant. De thema's van de bijeenkomsten ging in eerste instantie over het belang. Het belang van het samenwerken met de mensen om wie het gaat. Dus in het geval van Kansrijke Start, die aanstaande ouders in een kwetsbare situatie. In contact komen met die kwetsbare doelgroep, van hoe doe je dat nu? En dan ook specifiek de focus op laaggeletterdheid en mensen met een migrantenachtergrond. En last but not least, borgen. Hoe borg je dat nu duurzaam in je coalitie, maar ook breder misschien binnen je gemeente in andere activiteiten? Het heeft heel veel inspiratie opgeleverd. Daar gaan we dus inderdaad van alles over horen straks. De coalities en ook de spiegelgroep van VWS nemen jullie daarin mee. Alle geleerde lessen vatten we ook samen in een ABC-document. Dat gaan we ontwikkelen de komende maanden en dat wordt ook beschikbaar gesteld aan jullie allemaal. Dus daar ontvangen jullie vanzelf een bericht van wanneer het beschikbaar is. En dan nu het woord aan VWS. Ja, we gaan luisteren naar Angela en Jenny en Judith. Over over het belang van het samenwerken met de mensen om wie het gaat. Zowel op landelijk als lokaal niveau. Angela, Jenny en Judith, aan jullie het woord. Ja, dankjewel. Nou, mooi zo dat we met z'n drieën in beeld zijn. Goedemorgen allemaal. Fijn dat wij hier vanuit het programma Kansrijke Start jullie ook mogen vertellen over onze ervaringen. Ik heb met Judith en Jenny afgesproken dat ik kort aftrap en dat zij aanvullen. Wij zijn uitgegaan van een minuut of 10, 15. Ik ben Angela Uitwilliger vanuit het programma Manager Kansrijke Start vanuit VWS. Vanuit jullie kennen het actieprogramma natuurlijk allemaal. Hè. De lokale coalities zijn daar onze belangrijkste basis van, zeg maar. En ja, vanuit het actieprogramma ondersteunen we op allerlei manieren, proberen we de werking van die lokale coalitie goed mogelijk te
te helpen met maatregelen, met instrumenten, met wat er nodig is. Natuurlijk in overleg met VAROS. Zij staan dagelijks in contact met jullie als lokale coalities. Dus zo werken wij. Een van de belangrijke thema's of punten de afgelopen periode was van hoe betrekken we nou zo goed mogelijk de mensen om wie het gaat? Hoe betrekken we nou zo goed mogelijk, hoe maken we nou zo goed mogelijk gebruik van ervaringen? En eigenlijk hebben we dat de eerste periode van het programma, we zijn nu ruim 2 jaar bezig. De eerste periode van het programma hebben we dat, en dan eigenlijk zowel op landelijk niveau als op lokaal niveau. En we hebben als programma dat de eerste periode van het programma, het eerste jaar, vooral gedaan via allerlei, wat ik net zei, de maatregelen, instrumenten, allerlei deelprojecten die we opgestart waren, omdat we zagen dat daar iets op te doen was richting in ondersteuning voor de lokale coalities. Om de cliënten, ervaringsdeskundigen, ik vraag aan Jenny en Judith, die gaan straks zometeen, is goed om dat onderscheid ook even goed te maken tussen ervaringsdeskundigheid en mensen met verhalen, kan ik vertellen, maar zij kunnen dat veel beter vertellen dan ik. Maar om mensen met verhalen te betrekken bij alle deelprojecten, om hun te vragen van hoe doen we nou de dingen? Wat werkt wel, wat werkt er niet? Als we het zo aanpakken, helpt dat? Dus zo waren we het eerste jaar eigenlijk al bezig. Maar bij mij bekroop en bij ons zelfs, programmateam wel, en ook in gesprek met allemaal mensen, steeds meer het gevoel van, we moeten eigenlijk dat op een andere manier ook nog doen. Naast die betrokkenheid bij deelprojecten, dachten we, eigenlijk willen we graag dat die ervaringsdeskundigen ook gewoon meedenken over het programma als geheel. Zijn we nou de goede dingen aan het doen? Daar is uiteindelijk, na allemaal gesprekken met mensen, is daar de spiegelgroep uit voortgekomen. Een jaar geleden ongeveer zijn we ermee gestart, in juli, net voor de zomer. De spiegelgroep die bestaat dus uit ervaringsdeskundigen, een stuk of 7, 8, die eigenlijk in die periode daarvoor gewoon in gesprekken steeds bij elkaar, op ons pad zijn gekomen, of waar we over hebben gesproken met mensen via, van wie zou het nou in zo'n spiegelgroep kunnen. Dus dat is nu een spiegelgroep met 7 ervaringsdeskundigen, waar Jenny en Judith dus allebei deel van uitmaken. We komen 1 keer in de maand bij elkaar. En we spreken dan eigenlijk aan de ene kant een soort stand van zaken van programma. Om daarin in mee te denken van wat gebeurt er nou. Maar ook elke maand staan 1 of 2 thema's centraal om daar wat verdiept over te praten. En dat is ook nog best een zoektocht met elkaar. Om met elkaar gewoon te kijken van wat zijn nou de dingen die daar dan besproken moeten worden. En hoe zorgen we ervoor dat het toegevoegde waarde heeft. Hoe zorgen we ervoor dat we daar dingen mee doen die... dat dingen verder komen, over en weer, dat we snappen van elkaar wat we bedoelen. Dat doen we dus nu bijna een jaar. We hebben halverwege even kort geëvalueerd, op basis daarvan weer een beetje aangescherpt. En we gaan nu in juli, dan zijn we een jaar bezig, gaan we met elkaar wat uitgebreider praten van wat vinden we nou van het eerste jaar? Wat leren we daarvan? En vooral, wat doen we ermee richting toekomst? Het programma loopt in ieder geval nog door tot het einde van het jaar, dus we hebben na de zomer nog een aantal maanden. Maar we hopen met jullie, denk ik, heel erg dat we nog iets langer door mogen met het programma. Omdat wij vinden dat we met z'n allen heel goed bezig zijn. Maar dat we er ook nog lang niet zijn. Dus, en zeker gelet op die toekomst, kijken naar die langere toekomst, is het denk ik heel goed om met elkaar vast te stellen van hoe gaan we nou verder met de inzet van ervaringsdeskundigheid. Dus zo doen we dat eigenlijk op landelijk niveau met elkaar. En ook op lokaal niveau ben ik dus heel blij met de inzet via VAROS. Dat ook wordt nagedacht van hoe doen we dat nou in lokale coalities. Daar praten we verder over in deze bijeenkomst. Voordat ik het woord geef aan Jenny en Judith, dacht ik van wat zijn nou voor mij de lessen geweest van de afgelopen periode in ieder geval. En dat is ook mooi, als Jenny en Judith hebben niet voorbereid, dus daar mogen ze ook wel fijn op reflecteren. Les 1 is in ieder geval, betrek in ieder geval ervaringsdeskundigheid. Begin daarmee. Ga met elkaar in gesprek. Dat is punt 1. En dat is dus ook, vind ik, basis voor elke ander, voor de verdere toekomst, betrek. Achter heb ik daar geschreven, de rest komt vanzelf, maar betrek in ieder geval. Begin met ze aansluiten. En dan les 2 is, doe het op een open manier. Bespreek met elkaar wat je van elkaar verwacht. Soms lopen werelden best uit elkaar. Maar bespreek steeds van, maar wat bedoelen we nou? Wat verwachten we van elkaar? En hoe geven we die betrokkenheid het beste vorm? Hoe kan het beste werken?
Dus bespreek het goed met elkaar in alle openheid. En les 3, wat ik net eigenlijk al een beetje zei, laat ook zien wat ermee gebeurt. En soms gebeuren er dingen mee die eigenlijk helemaal niet zo goed zichtbaar zijn, maar die echt wel doorwerken in hoofden van mensen die ermee bezig zijn. Maar het is ook belangrijk om dat goed te laten zien. Dus die 3 dingen neem ik in ieder geval mee. Dat was wat ik wilde zeggen. Judith en Jenny, wil een van jullie aftrappen om we hebben wat jullie ervaring is, hoe jullie tegen aankijken en ook naar de toekomst toe. Wie van jullie? Ja, wil jij eerst, Jenny? Is goed. Ja? Mijn naam is Jenny de Jeu en ik ben zelf complex opgegroeid onder lastige omstandigheden. En dat vormt je de rest van je leven. En nu heb ik daar eigenlijk mijn werk van gemaakt, dat ik op het snijvlak van de stem van de mensen die het betreft en beleid functioneer voor allerlei moeilijk bereikbare groepen, die eigenlijk toch wel heel veel ook met elkaar te maken hebben. Ik kwam eigenlijk op een vergelijkbaar lijstje als Angela, dus fijn. Niet helemaal afgestemd, maar goed. Nee, het is van die synchroniciteiten die logisch zijn, denk ik. Maar ik had een aantal dingen die ik nog wel wil aanvullen. Het waarom, Angela zei meteen al betrek. En volgens mij zitten jullie hier allemaal omdat we het waarom eigenlijk al verinnerlijkt hebben en daar iets mee willen. Maar niet iedereen heeft die stap al gemaakt. Dus soms moeten mensen die hiermee aan de slag willen of moeten nog even door het waarom en dat het veel oplevert en dat je dan betere plannen kunt maken enzovoort. En welke ik ook nog even wilde aanraken is het wat is er al? Hè? Dus ga aan de slag, maar kijk ook wat er misschien dichtbij al bereikbaar is, waar je misschien nooit aan gedacht hebt om die te betrekken, maar die misschien hartstikke nuttige dingen kunnen doen. Even kijken, het hoe stond ook op mijn lijstje. Maar ook het durven en doen. Dus inderdaad, ga ook aan de slag. En het is misschien even spannend, maar als je ergens begint, dan komt het vast wel goed. En laat het ook inderdaad zien. En ik wilde nog even bij jullie inmasseren. De vrijblijvendheid voorbij. Volgens mij is er geen keuze meer of we dit gaan doen. Maar is het vooral hoe en wanneer we dit gaan doen. Dus dat wilde ik nog eventjes meegeven. En inderdaad het verschil tussen mensen met verhalen, cliënten of ervaringskennis of ervaringsdeskundigen. Dat zijn allemaal andere trapjes qua level. Hè? Of je alleen je eigen ervaringen inbrengt, wat soms ook heel nuttig is. Of kun je putten uit collectieve ervaringskennis en heb je... ben je aan de slag gegaan met je eigen kennis en is het ervaringsdeskundigheid op een ander level geworden? Heb je gereflecteerd op wat je zelf hebt meegemaakt en heb je tools ontwikkeld om daar iets mee te doen en dergelijke? Dus daar kunnen we nog heel veel over vertellen. We gaan vast ook handige linkjes in het verslag plaatsen. Dus ik weet niet of we alles nu hebben weggemaaid, Judith, maar misschien kun je ook nog iets vertellen. Ja, nee, heel mooi inderdaad. Nou, mijn naam is Judith. Ik ben ook complex opgegroeid en uiteindelijk zelf jong tienermoeder geworden. Door de complexe situatie niet thuis kunnen wonen, dus bij een noodopvang. En inmiddels gewoon samen met mijn zoon in een huisje en gaan studeren. Inmiddels werk ik bij Sirus als maatschappelijk werker, preventiemedewerker en ervaringsdeskundige. En zo ben ik dus ook benaderd om me aan te sluiten bij de Spiegelgroep, Kansrijke Start. En waar ik vooral enthousiast over werd, is dat het iets langdurig zou zijn. Waardoor ik ook het gevoel had, dan kunnen we echt verschil maken, hè, of invloed uitoefenen, want vaker, ik zet me dan ook in als vrijwilliger via een Expex heet dat, vrijwilligersorganisatie, bij verschillende organisaties. En dan merk je toch vaak dat mensen wel willen, maar dat je dan bijvoorbeeld 1 keer aansluit bij een beleidsmedewerker. En dan heb je wel het gevoel, er is een goed gesprek geweest, maar wat is daar nou mee gedaan? Hè? Dus dat sprak me heel erg aan. Dus dat is de reden dat ik ben aangesloten.
En even terug te komen op het lijstje met de punten die jullie hebben benoemd. Nou, voor mij was eigenlijk stap 1 toch nog iets daarvoor. En dat is misschien ook wel van, voordat je ervaringsdeskundige gaat benaderen, wees je ook bewust van je eigen kijk daarop. Hè? Dus reflecteer daar ook op van, hey, hoe denk ik eigenlijk over ervaringsdeskundigen? En hoe kijk ik daar eigenlijk tegenaan voordat je dat gesprek ingaat? Want we hebben eenmaal nou allemaal een mening. Dus ben je daar ook bewust van voordat je ermee aan de slag gaat? Want daar heb je ook echt heel veel aan. Dus dat vond ik ook nog wel belangrijker voordat je dat gesprek aangaat. En inderdaad, het verschil, dat heeft Jenny ook al uitgelegd, tussen ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, vind ik ook wel een heel groot verschil in zitten. Ja. Judith, kun je misschien even uitleggen aan de mensen wat dan het verschil is? Nou, ervaring is dus als je zelf inderdaad een ervaring hebt beleefd en daar kennis dus over hebt en dus echt aan de lijf hebt ondervonden. Voor mij dan, hè, dat stel ik nu vanuit hoe ik dat daarnaar kijk. Ervaringskennis zie ik meer dat je op die kennis hebt gereflecteerd, met anderen over hebt gesproken, ook geleerd hebt van andere ervaringen. Hè. Dus daar met meerdere, dat zie je ook vaak in de trainingen die we krijgen als ervaringsdeskundigen, dat we ook echt reflecteren op de kennis van anderen. Dus, en ervaringsdeskundigheid is dan voor mij dat je dus inderdaad en die ervaring hebt en ervaringskennis. En dat dan vaardigheden aanleert of een cursus hebt gevolgd of in ieder geval vaardigheden hebt om dat dus ook in de praktijk in te zetten. En dus ook wel wat verder afstaat van je ervaring, dus daar ook echt mee aan de slag kan. Mooi, ja. Yeah. Ik zie nog helemaal geen vragen in de chat. Zijn er nog vragen? Kunnen mensen wat vragen in de chat zetten? Jenny heeft wel tips in de chat gezet. Dat is zeker de moeite waard om even naar te kijken. En Jenny, ik dacht misschien is het ook wel mooi om even de driehoek uit te leggen waar jij het heel vaak over hebt in dit leertraject. Ja. Ik heb het idee dat jullie dit allemaal al hebben gehad in de eerdere sessies. Vandaar dat ik een beetje Maar Jenny, dit is met allemaal mensen van allemaal andere coalities die niet bij het leertraject zaten. Dat was mij dan niet helemaal helder, sorry. De driehoek van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis of deskundigheid. Het is heel normaal dat we in allerlei zaken dat we bijvoorbeeld wetenschappelijke kennis gebruiken. En het zou heel normaal moeten zijn dat we net zo gelijkwaardig ook gewoon altijd daar ervaringsdeskundige kennis meenemen. Dat hoort er net zo goed bij en al die onderdelen hebben elkaar ook nodig. Dus je kunt niet één onderdeel overslaan eigenlijk. Ja. En meer daarover kun je lezen op allerlei websites. Ik zal even nu een handige site zoeken. Hoogleraar Ali Weerman is daar vanuit wetenschappelijke kennis over ervaringskennis is zij daar heel erg druk mee bezig. Ik zoek even een linkje voor jullie. Helemaal goed, het komt natuurlijk ook terug in ons ABC-document wat er aan staat te komen. En zijn er al meer vragen in de chat, Marjan, of niet? Anders heb ik nog wel een mooie vraag, hoor. Nee, op dit moment geen vraag in de chat, nee. Oké. Judith, misschien kun jij nog iets meer vertellen over de randvoorwaarden. Hè, als je die samenwerking met ervaringsdeskundigen en sleutelpersonen aangaat. Waar moet je dan allemaal rekening mee houden? Waar moet je vooraf over nadenken? Nou, ik denk ten eerste inderdaad hoe je zelf er tegenaan kijkt. Hè? Dus niet dat je denkt, nou, het is een verplichting. Maar echt van, waar vind ik nou dat het een meerwaarde kan zijn? Maar ook vooral van, laat ideeën ook uit de ervaringsdeskundige komen. Hè? Want waar kunnen punten zitten, wat we kunnen verbeteren? Ook al is wel even benoemd de vrijblijvendheid. Hè? En ik denk ook wel een stukje financieel wat daaraan hangt. Vaak is het toch allemaal van, dat doen we er even bij. Of dat het moet. Dus dan kunnen we in ieder geval weer even een ervaringsdeskundige eronder schrijven. Dat die betrokken is geweest.
Maar goed, dan denk ik ook bij mezelf, dan ga je ook echt voorbij aan wat voor meerwaarde het heeft voor uiteindelijk om met ervaringsdeskundigen te werken. Dus ik denk dat dat ook heel goed is om van tevoren intern te kijken van oké, vanuit welk potje kan dit betaald worden? Hoe gaan we dat doen? En daar ook duidelijk over te communiceren. Want iedereen die werkt, die doet het ook niet voor niets, zeg maar. Dat vind ik ook wel een hele belangrijke. Ja, en ook hoe mensen zijn ingebed. Hè? Soms wil men dat ervaringsdeskundigen de hele organisatie veranderen, de cultuur veranderen en allerlei medewerkers meekrijgen die nog niet zo ver zijn. Dat is soms gewoon te veel gevraagd voor één persoon. Dus zorg dat zo'n persoon ook goed gesteund is, dat er misschien een teampje van 2 ervaringsdeskundigen is, dat iemand intervisie kan volgen. Dat iemand misschien zich kan verhouden tot een achterban. Hè? En wat is daarvoor nodig om bijvoorbeeld je ding te kunnen doen? Hè? Ik ben bijvoorbeeld ook heel actief in de belangenbehartiging van dak- en thuislozen. Maar die organisatie die heeft onvoldoende basis. Ja, daardoor wordt het heel lastig voor allerlei mensen om daarin hun ding te doen. Omdat ze heel moeilijk met andere mensen dingen kunnen bespreken. Daar is iets voor nodig om bij elkaar te komen, een stukje coördinatie of weet ik veel. Dus wat is de context van de mensen die je inzet en voelen zij zich gesteund? Dat is belangrijk om ook goed naar te kijken. Want het is best wel veel soms wat er verwacht wordt. En ik denk dat er ook heel veel uit kan komen. Dat het echt een belangrijk puzzelstuk is in waar jullie mee bezig zijn. He, dat juist door dat puzzelstuk ervaringsdeskundigheid toe te voegen, kunnen denk ik allerlei dingen op een ander level komen. Maar het heeft ook wel zijn tijd nodig en aandacht. Ja, dat het ook echt organisatiebreed wordt gedragen. Hè? Dus niet één die de kar zit te trekken en die van alles wil. Dat werkt gewoon niet. Ja, en misschien ook een stukje visieontwikkeling, hè? Dat het daarin ook geborgd is. Want wij vinden dit belangrijk en daarom. En op deze wijze willen wij daar professioneel vorm aan geven. Ik maak wel eens de vergelijking met als je wasmachine stuk is, dan vraag je ook een deskundige. En niet iemand die er geen verstand van heeft. En dit is ook echt gewoon een vak met andere inzichten, andere kennis. En er kan een wereld, denk ik, voor mensen opengaan. Ja, we hebben het in het leertraject ook gehad over de verschillende vormen van inzet. Hè? Dus aan de coalitietafel. Maar je kan natuurlijk een focusgroep organiseren, spiegelbijeenkomsten. Er zijn natuurlijk verschillende manieren om die inzet vorm te geven. Dus ik kan me ook voorstellen dat je met 8 mensen met ervaringsexpertise regelmatig in gesprek gaat over verschillende onderwerpen. Of een spiegelbijeenkomst organiseert waarbij professionals van tevoren vragen hebben opgesteld die dan ter plekke aan een groep ervaringsdeskundigen gesteld worden. Dus die verschillende vormen hebben we ook benoemd tijdens het leertraject. Marjan, zijn er nog vragen van de deelnemers? Zeker, ja. Ja. Marieke van Drieuw vraagt, wat is de derde poot? Heb ik even gemist. Oh, die is wel door iemand in de chat gezet. Dus de wetenschappelijke kennis, praktijkkennis, daar wordt dus de professionele hulpverleners mee bedoeld. Dat is soms iets anders dan wetenschappers en ervaringsdeskundigheid. Dus dat zijn er 3. En ik zie in de chat ook dat mensen ook zich afvragen van, waar vinden we ervaringsdeskundigen of we kunnen dat niet vinden. Ze zijn overal, want er zijn heel veel mensen die enig moment in hun leven natuurlijk vastlopen en dingen meemaken. En dat wil niet zeggen dat die allemaal ook ervaringsdeskundigen zijn of worden. Maar er zijn allerlei opleidingen ook voor ervaringsdeskundigen, mbo en hbo. En die brengen elk jaar weer een hele berg nieuwe mensen in het veld. Er zijn op heel veel plekken in het land ook cliëntenorganisaties waar ervaringsdeskundigen werken. Er is een beroepsvereniging, dat heet de vakvereniging voor ervaringsdeskundigen. Zo zijn er allerlei plekken waar je ze kunt vinden. Ik zou vooral adviseren om in je eigen regio dat te bekijken. Bijvoorbeeld een contact met een cliëntenorganisatie is een goede start, want die weten vaak ook goed wat er in de regio is op het gebied van ervaringsdeskundigheid. De mensen van VAROS kunnen jullie hier ook in verder helpen. Hè? Die weten ook waar je dat
zou kunnen vinden. En er is ook een, vanuit de cliëntenorganisaties is er een kaart, een atlas. En daar zet ik ook wel even een linkje van in de chat. En daar kun je ook zien welke cliëntenorganisaties er zijn in het land. Want soms hebben ze een beetje gekke namen. En dan weet je niet dat dat een cliëntenorganisatie is. En er zijn heel veel cliëntenorganisaties die heel breed zijn. Maar er zijn ook organisaties die gericht zijn op bijvoorbeeld een specifieke aandoening. Of er zijn ook ouderorganisaties gericht op een bepaalde scope. Dus er is wel van alles. Maar als het je wereld niet is, snap ik dat je dat niet kunt vinden. Ja. Maar Jenny, we hebben het natuurlijk ook gehad over de pareltjes in de wijken. In de wijken waar mensen professionals ook aan het werk zijn. En sleutelfiguren die daar zijn, die van nature die rol op zich nemen. En die je dan bijvoorbeeld ook kan vinden in wijkcentra, in die buurtcentra. Dus de speeltuin. En dat zeg jij al, de pareltjes die je al heel dichtbij hebt in de buurt. Ja, ja, en misschien dat Lupna daar ook wat over kan vertellen. Ja, Lupna, misschien kun jij daar iets over vertellen. Dat is wel een goeie. Hallo, goedemorgen. Mijn naam is Lupna en ik ben een sleutelpersoon getraind via VAROS voor gemeente Hardenberg. Ik woon al 24 jaar in Nederland, moeder van drie. Werk ik toen bij de vluchtelingenwerk als tolk, steun ik de statushouders en daardoor ben ik al heb ik heel veel kennis en heb ik heel veel ook ervaring, omdat ik hier lang woonde, weet ik beide culturen, opvoedingen. Dus ik ben ook getraind via de GGD IJsseland, Gelderland, voor VGV, dus tegen meisjesbestrijdenis. Zit ik altijd een bruggetje tussen professional en ook en mensen. Geef ik ook voorlichtingen. Ben ik ook getraind via de GGD. Geef ik voorlichting, seksuele voorlichtingen. Voor vrouwen. Nu niet zwanger. En via VAROS volg ik vaak sessies. Meetingen. Ook trainingen. Daardoor ben ik. Heb ik meer kennis. Werk ik nu als sociale werker bij Driehoekzorg. Maar als sociale werker, maar nog steeds ben ik sleutelpersoon voor gemeente Hardenberg. Dus daar zit ik in zo'n een bruggetje tussen instanties en statushouders. Heel mooi, dus je was altijd sleutelfiguur en toen heb je een opleiding gevolgd en ben je sleutelpersoon geworden. Ja. Ja, mooi, heel mooi, dankjewel. Goed dat je erbij bent. En gefeliciteerd nog Lupna, want Lupna, wat heb jij gekregen? Ik heb de lintje van de koning. Ja, voor jouw werk als sleutelpersoon. Als fantastisch. Ja, dat klopt. Ja, fantastisch. Ja, heel goed. Heel goed. Marjan, hebben we nog een vraag in de chat die we nog even snel kunnen beantwoorden? Even kijken. Nee, ik zie veel tips, veel onderlinge uitwisseling. Dus kijk ook vooral even in de chat wat daar verder staat. Maar verder geen prangende vragen. Nou, dan sluiten we dit gedeelte af. Hartstikke bedankt Angela, Judith, Jenny en Lupna voor jullie bijdrage. Blijf vooral erbij nog tot het einde. Dan gaan we naar de volgende, dan gaan we naar de pitches, Marjan. Ja, precies. Ja. Ja, we gaan nu luisteren naar de pitches van de coalities die hebben deelgenomen aan het leertraject. Acht coalities gaan hun verhaal doen, waarvan twee op film, want ze konden er niet bij zijn vandaag. Ze hebben een pitch voorbereid aan de hand van twee vragen. Waar kom ik vandaan en waar sta ik nu? En wat heb ik geleerd, waar ga ik naartoe? Dat zullen ze doen aan de hand ook van een beeld. Nou, het is een beetje opgedeeld. Eerst komen drie live pitches, daarna de twee filmpjes, daarna weer, en daarna weer drie pitches. We starten met Janneke Schilder uit Utrecht, Isine Kadeskan Rondevenen en Monique Lier Eindhoven. En jullie mogen achter elkaar jullie presentatie doen. En aan het eind hebben we even kort tijd om wat vragen te beantwoorden uit de chat. Janneke, mag ik jou het woord geven? Ja, zeker. In de gemeente Utrecht zijn we een tijd geleden enthousiast begonnen met kansrijk start vanuit de regio. De start was gelijk met ouders.
Dus ouders zijn geïnterviewd over hun ervaringen met Kansrijke Start. En daar hebben we heel veel inspiratie uitgehaald. En daar is een heel mooi boekje ook uitgekomen. Die zal ik straks even delen in de chat. En vervolgens zijn we in onze eigen stad aan de slag gegaan met het vertalen van de ervaringen van die ouders in 6 actielijnen. Want waar wilden we nou echt mee aan de slag gaan in onze stad? Nou, terwijl we steeds meer gingen vertalen en steeds meer met professionals in gesprek gingen, bekroop ons echt het gevoel van, hey, we zijn al wel begonnen met die ouders. Maar zien we nu in die actielijnen nog steeds die ervaringen van die ouders terug? En past dit nou eigenlijk nog wel? Dus die vraag bleef eigenlijk hangen van, ja, hoe kunnen we nou structureel die ouders betrekken? Want we hadden daar zo ontzettend veel inspiratie uitgehaald en dat gaf ons een vliegende start. Nou, toen werd natuurlijk al snel geopperd, zullen we een officiële ouderraad voor Kansrijke Start in gaan stellen die met ons meedenkt. Maar gelijk kwamen er ook heel veel vragen en werden er heel veel drempels opgeworpen in onze coalitie en ook vanuit het management en de afdeling. Van, hebben we dan wel een goede afspiegeling van ouders? Weten we eigenlijk niet zelf al uit die interviews wat we moeten doen? Wat gaat ons dat kosten? Nou, waarschijnlijk voor veel mensen bekende drempels. En daar liepen we eigenlijk in vast. Terwijl we toch eigenlijk ook allemaal zoiets hadden van, we moeten toch echt iets gaan doen. Dus we waren heel erg blij toen dit leertraject begon. Toen ben ik samen met een collega van mij, Els, hier ingestapt. En we merkten eigenlijk al gelijk vanaf het begin dat we hierdoor ook meer draagkracht kregen in onze eigen organisatie. Gewoon simpelweg vanwege het feit dat we meedoen aan een leertraject van VAROS. En dat we daar ook elke keer in onze teammeeting konden rapporteren wat we hadden geleerd. En anderen daarmee inspireren. En in gesprek tijdens dat voorbereiding met Els en ik, bedachten we eigenlijk van, moeten we onze collega's niet de vraag stellen van, wat zou jij nou eigenlijk van ouders willen weten? Dus zo zijn we het gesprek ingegaan met onze collega's. En iedereen die kon wel een vraag bedenken die echt ontzettend graag aan ouders wilde stellen. Dus bijvoorbeeld de communicatieadviseur zei, ik zou wel eens willen weten hoe ik zo kan communiceren dat ouders zich gesteund voelen in plaats van dat ze het ervaren als bemoeizuchtig. En zo had iedereen wel weer een eigen vraag. En daar ontstond zoveel energie dat we ook in gesprek met VAROS zeiden van, ja, kunnen we niet gelijk die energie gebruiken om een spiegelgroep te organiseren? Dus dat we ouders uitnodigen en daar omheen gaan zitten als professionals om te luisteren naar wat hun antwoorden op onze vragen zijn. Nou, die spiegelgroep gaan we organiseren. We hopen dat die nog net voor de zomer komt. Samen met VAROS gaan we het organiseren en een oudervertegenwoordigingsgroep die we al kennen in Utrecht. En tegelijkertijd gebruiken we deze spiegelgroep ook als een startpunt om vaker dit soort spiegelgroepen te gaan organiseren en andere oudervertegenwoordigingsorganisaties in onze gemeente te benaderen om vanuit verschillende organisaties een afspiegeling te hebben om toch te gaan naar zo'n structurele ouderraad die we vaker kunnen betrekken bij ons programma Kansrijke Start. Nou, wat heeft het ons dus opgeleverd? Dat we meer aandacht hebben gekregen voor ook de waardering van ouders. Want dat was een van de randvoorwaarden die we echt geregeld wilden hebben voordat we beginnen. Zodat we ook echt een passende beloning kunnen geven. Inmiddels hebben we besloten samen met collega's dat we binnen onze eigen afdeling daar afspraken over hebben. En dat we vervolgens ook binnen de gemeente breed dit af gaan stemmen. Zodat we dat gelijk hebben. En we hebben hierdoor ook meer blijvende aandacht voor het belang van ouders in onze coalitie. Dat we ze niet alleen aan het begin betrekken, maar ook echt blijvend betrekken. En de uitleg bij mijn plaatje kunnen jullie misschien wel raden. We stonden al elke keer bovenaan de rots, want we wilden heel graag springen, maar we durfden het eigenlijk niet vanwege al die drempels die opgeworpen werden. En door samen met een andere collega in het leertraject te stappen, zijn we toen gewoon gesprongen. En gaan we nu kijken wat we onderweg tegenkomen. En dan weer door. Dankjewel, Janneke. Ja, mooi verhaal, prachtig beeld. Dan gaan we nu door naar Isien. Isien, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Ik ben Isien van de gemeente Rondeveen. Wij zijn eigenlijk als in de gemeente begonnen als kerngroep.
En de kerngroep bestaat uit de gemeente en twee partners. En wij waren eigenlijk vooral hard aan het nadenken hoe wij Kansrijk Start in de gemeente konden uitrollen. En ook de partners, dus de geboortezorgpartners, konden betrekken. En dat was voor ons wel een hele uitdaging natuurlijk. En gaandeweg hebben we dus een aantal activiteiten ontwikkeld, gezamenlijk met onze partners. Maar de mensen om wie het dan echt gaat, die waren nog niet betrokken. Maar het idee was wel aanwezig van, hey jongens, volgens mij is het wel belangrijk om ook te kijken wat of onze activiteiten ook echt daadwerkelijk aansluiten bij de behoeften van jonge aanstaande moeders. En toen werd dit leertraject ontwikkeld. En heb ik ook samen met onze twee partners, hebben wij ons ingeschreven. En wat wij ervan hebben geleerd is eigenlijk dat dit leertraject ons een verdieping heeft gegeven over het belang van het betrekken van mensen met ervaringen. Rondom Kansrijke Start. En het mooie is dat dus na de eerste bijeenkomst van VAROS, dat mijn twee partners, dus de twee collega's die ook betrokken zijn bij de werkgroep Netwerkoverleg Kansrijke Start, ook gelijk echt actief op zoek zijn gegaan naar mensen met... ik dacht dat de vraag van mij bedoeld was. Maar dat het ook belangrijk is dat mensen met ervaring uit te nodigen. Dus dat hebben ze ook gedaan. Daadwerkelijk twee inwoners gevonden en gevraagd of zij willen gaan deelnemen aan het netwerkoverleg. Om wat te vertellen over hun ervaringen rondom prematuur, dismatuur. Dat is dan het onderwerp van het netwerkoverleg. En dat is eigenlijk al gelijk een hele goede stap. Natuurlijk echt een concrete stap die ook daadwerkelijk is uitgevoerd. En dat plaatje wat dus nu zichtbaar is, is eigenlijk... dat laat zien dat wij nu ook stap voor stap aan het bouwen zijn aan onze samenwerking. De focus ligt nog steeds op de samenwerking met professionals. Want dat is nog een uitdaging. Hè, dat ook de verloskundigen, de kinderopvang, dat ze aangehaakt blijven. En met ons mee willen bouwen aan deze samenwerking. Maar dat gaat stap voor stap. En ik denk dat we wel redelijk goed onderweg zijn. Dus dat is heel even in het kort mijn verhaal. Over mijn ervaring met het leertraject. Dankjewel, Isien. Mooi verhaal ook. Ja, weer pakkend, weer anders dan de eerste. Dat is heel interessant ook. Dan gaan we nu door naar Eindhoven. Monique, aan jou het woord. Zes maanden geleden ben ik in Eindhoven gestart met de startbijeenkomst. Dus ik ben nog helemaal niet zo ver als mijn twee voorgangers. Waarom ik deelnam was dat ik eigenlijk meer kennis wilde hebben hoe je de cliënt moet betrekken bij Kansrijke Start. En dat vind ik belangrijk omdat dat de doelgroep is waar het om gaat. Wat heb ik geleerd tijdens de sessies? Ik kreeg natuurlijk een stukje theorie. Ik was al wel bekend met een stukje theorie hierover. In de praktijk ben ik bekend met spiegelbijeenkomsten, focusgroepen en met cliëntenvredenheidsonderzoeken. Maar dit is niet hetzelfde als het bevragen van de klant wat dat hij nu wil. Ook als je cliëntonderzoeken doet, dan zie je vaak dat via een schriftelijke enquête gaat. En mijn ervaring is dat de mensen die je wil bereiken, dus de doelgroep die in een kwetsbare situatie zit, dat je die daarmee niet bereikt. Ik wil daarom zeker gebruik gaan maken van ervaringsdeskundigen, van sleutelpersonen als die er zijn, maar ook cliënten die zelf ervaring hebben. En een eye-opener tijdens de laatste bijeenkomst was een van de ervaringsdeskundigen. Die was spreker tijdens de bijeenkomst. En die wist mij te vertellen dat er in de gemeente Eindhoven al een aantal organisaties zijn die met ervaringsdeskundigen werken. Terwijl ik dat helemaal niet wist. De gemeente die wist dat ook niet. En ook de coalitiepartners die hebben ook niet benoemd dat er in hun eigen organisatie ervaringsdeskundigen en ervaren cliënten zitten.
Dus ik hoop op hele korte termijn hoop ik met hen in contact te kunnen komen. En om dan samen te gaan kijken van wat zij kunnen betekenen voor kansrijke start. Om het nu even te vertalen naar de coalitie in Eindhoven. Nou, als rode draad in het projectplan is het betrekken van de cliënt opgenomen. Ik heb dat ook tijdens de eerste bijeenkomsten met de coalitie hebben we dat projectplan doorgenomen. En de professionals die wilden allemaal unaniem met het betrekken van de cliënt wilden ze aan de slag. Dat is eigenlijk stap 1, stukje het commitment moet je hebben. Hoe gaan we dit nu aanpakken? Dat is natuurlijk de volgende stap. Daar wil ik heel even terugkomen op dat plaatje. Het is het licht aan het eind van de tunnel. Dit is zeg maar positief bedoeld. Helemaal in het begin van de tunnel was het donker, omdat ik ook nog helemaal niks daarover wist. En elke keer als er weer een stukje info bij komt, dan wordt het lichter en aan het eind. Het licht is het positieve resultaat, wat we hopelijk ook het eind van kansrijke start vast kunnen houden. Hoe ga ik het nu in de praktijk aanpakken? Er zijn op dit moment 3 werkgroepen bezig. Die zijn met 3 inhoudelijke verbeterpunten bezig. En die zijn op dit moment zijn die bezig met te kijken van hoe ze een interventie kunnen ontwikkelen en daar een pilot mee kunnen draaien. Nou, dit is een mooi moment om te zeggen, we gaan even nu pas op de plaats maken. Want dit is nu een mooi moment om te kijken van, als wij een pilot willen gaan draaien, hoe is het beeld van de behoeften van de klanten? Zijn we met de juiste dingen bezig? En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, want wij zijn als professional toch geneigd om een interventie te gaan ontwikkelen, een pilot te gaan draaien en daarna een evaluatie te gaan doen en dan van daaruit kijken, oh, van ja, we moesten toch wel wat punten toch nog aanpassen. Terwijl je beter aan de voorkant al kan kijken waar zij behoefte aan hebben, ook uit eigen ervaring, en dan een op maat interventie gaan ontwikkelen en een pilot gaan draaien. Als het goed is, heb ik voor de zomer heb ik nog een overleg met alle 3 de werkgroepen. En dan wil ik ook dit punt aan bod laten komen en dan met hun bespreken wat zij denken van hoe wij die samenwerking met de cliënten het beste aan kunnen gaan vliegen. En welk plan van aanpak maken we daar dan bij? Ik hoop dat is 21 juni dat overleg, hoop ik nog contact te kunnen leggen met de eerste ervaringsdeskundige in de gemeente Eindhoven. Om te kijken, te verkennen wat zij voor ons zouden kunnen betekenen. Want dat zou dan ook mooie input kunnen zijn voor het overleg wat ik met de werkgroepen heb op 21 juni. Dus dit is hoe ver wij zijn in Eindhoven. Dankjewel Monique, ook voor jouw verhaal. Jullie zijn behoorlijk ver in Eindhoven. Ook, vind je? Mooi. Dat is wel onze observatie eigenlijk. Dat alle coalities hebben echt ja, toch forse stappen gezet. Ook al uit de evaluatie die wij met jullie hebben gehad. Dat misschien niet door jullie altijd zo ervaren wordt. Maar dat is wel onze observatie erbij. En ja, ook maar wel met dank aan inderdaad de leersessies. Maar ik vond ook de individuele gesprekken. Die ik met Marieke en Amy heb gehad. Waren ook heel waardevol hierin. Om in ieder geval tot deze inzichten te komen. Goed te horen, dankjewel. Ja, dus de combinatie van op maat en die leersessie heeft jou ook heel goed gewerkt. Ja, zeker. Ja, fijn. Ja, nou eigenlijk alle 3 de verhalen en pitches geef ik aan dat... het zijn ook echt aanpakkers. Het zijn ze allemaal, maar ook dat komt hier ook duidelijk naar voren. Laten we even kijken naar de chat. Zijn er vragen in de chat, Marieke? Nee, ik heb nog niet... Tenminste, niet dat ik kon zien, maar misschien... er kwam wel heel wat voorbij. Zijn er vragen, mensen? Nou, nee, dat is al heel duidelijk. Ja. Ik heb een handje omhoog gedaan. Jenny, ga maar, ja. Ja, ik wilde nog wel ook even een aantal dingen benoemen die nog niet genoemd zijn. En dat gaat over ervaringsdeskundigheid en familieervaringsdeskundigheid. Dat zijn ook nog verschillen. Je hebt in het land ervaringsdeskundigen en je hebt familieervaringsdeskundigen. En het verschil zit erin of je zelf bijvoorbeeld psychische problematiek hebt, ik noem maar iets, en daar ervaringsdeskundige in bent geworden. Of dat bijvoorbeeld jouw
kind psychische problematiek heeft en je daar vanuit je rol als familielid ervaringsdeskundige in bent geworden. Dat zijn andere dingen. En cliënten en familie hebben soms ook andere dingen nodig. Dus het is ook een goede overweging om soms te kijken van goh, welk stukje hebben we nodig of hebben we het misschien allebei nodig? En waar het om kansrijke start gaat. En dan heb je natuurlijk veelal te maken met ouders. En ook dan kun je de vraag stellen van, goh, zijn het ouders die ervaring hebben met dat waar hun eigen kind doorheen gaat? Of hebben ze ook nog andere eigen ervaringen met allerlei problematieken? Dus er zijn vele kanten die je kunt aanvliegen. En ik denk dat het goed is om daar over na te denken. Want het maakt wel uit of je bijvoorbeeld als ouder zelf geen psychische problemen hebt, ofwel, dat zijn allemaal andere invalshoeken. En ik denk dat in kansrijke start dat alle invalshoeken eigenlijk nodig zijn. En ook voor familieervaringsdeskundigen is een aparte opleiding. En daar kun je andere mensen weer voor vinden die daarin gespecialiseerd zijn. Dankjewel. Mooi, dankjewel. Ja. Ja. Mooi toevoegen. Zeg geen vragen in de chat, dat is prima. Stel je vragen ook gewoon in de chat aan het eind. Ik heb nog een vraag. Ik heb mijn handje ook omhoog. Excuses, die zie ik niet. Nee, maar niet. Okay. Ik ga nog één keer de sleutelpersoon. Want wat is precies een sleutelpersoon? Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar misschien nog heel eventjes een uitleg. Wie gaat hem beantwoorden? Jenny, zou jij hem kunnen beantwoorden? Ja hoor. Ik dacht, misschien voor Loepna. Dat zijn, als ik het goed zeg, over het algemeen mensen die soms wat dichter bij bepaalde groepen staan. Ook uit eigen ervaring of ervaringsdeskundigheid. Maar die je kunnen helpen om in contact te komen. Bijvoorbeeld met groepen die je anders moeilijk kunt bereiken. Heb ik het zo goed uitgelegd? Nee, we hebben een onderscheid gemaakt. Ik vul hem even aan. We hebben onderscheid gemaakt tussen sleutelpersonen in dit leertraject. Sleutelfiguren en ervaringsdeskundigen. Sleutelpersonen en ervaringsdeskundigen zijn opgeleid. Dus die hebben echt een training gehad om acties op te ondernemen. En sleutelfiguren zijn mensen die opstaan in een wijk bijvoorbeeld, die van nature die rol op zich nemen, maar die nog niet zo'n opleiding hebben gehad. Dat hebben wij als een soort verschil aangegeven in dit traject, om het een beetje te verduidelijken. Oké, want het is een VAROS benaming, want in de wereld, in het sociaal domein ken ik ook de termen sleutelfiguur, sleutelpersoon. En dat is dan niet per se altijd een opgeleid iemand. Dat kan ook een huisarts kan ook een sleutelfiguur zijn, omdat hij in contact komt met bepaalde groepen. Klopt, dat zijn sleutelfiguren. Ja. Dat klopt. Ja. En de ervaringsdeskundige is dus, die moet dus opgeleid zijn, zeg maar, in jullie termen. Het is niet zo dat diegene alleen de ervaring heeft, omdat diegene het meegemaakt heeft. Nou, dat is altijd lastig in de wereld van de ervaringsdeskundigen. En daar gaat veel discussie over. En er zijn mensen die al prima jaren werkzaam zijn als ervaringsdeskundigen, maar daar nooit een opleiding voor hebben genoten. Dus het gaat ook over competenties. Is iemand in staat om? En er wordt wel nu het vak wordt verder ontwikkeld. En daar komen dit soort vragen ook aan de orde. Van wanneer ben je ervaringsdeskundige? En wanneer niet? Mag je bijvoorbeeld alleen iemand inhuren met een opleiding? En wat voor opleiding? Of kunnen andere mensen ook die rol vervullen? En wat moet dan de drempel zijn qua kennis en vaardigheden? Daar zijn ze nu een beroepsregister voor aan het ontwikkelen. Begrijp ik het dan helemaal verkeerd dat mensen die het meegemaakt hebben, dat die dus niet direct gevraagd worden, maar dat je dus een stap verder gaat? Oh, okay. Ja, die worden ook gevraagd. Die worden natuurlijk ook gevraagd, alleen dat is een andere manier. Dat is mensen met ervaringsexpertise of ervaringskennis. En die zou je bijvoorbeeld heel goed kunnen bevragen over hun eigen ervaringen. Bijvoorbeeld in een focusgroep of in een spiegelbijeenkomst. Er zijn verschillende manieren om mensen te betrekken en met mensen met ervaring samen te werken. Als je een wasmachine gebruiker bent, ben je nog geen wasmachine specialist, zeg maar. Ja, die heb ik onthouden, ja. Van de wasmachine. Dank je. Misschien mensen die heel vaak hebben gepast zijn inmiddels ook specialist geworden als ze heel veel problemen hebben opgelost. Hè? Dat soort discussies. Ja. Dankjewel. Dan gaan we nu door naar de filmpjes. We gaan luisteren naar Sandy Hendricks uit Asten en Henrike Nijman uit Almelo.
Dat is mooi, hè? Dat hij dan vooraf heel mooi doet. En dan opeens, als je hem dan nodig hebt, dan start hij niet. Ja, volgens mij kunt u onderaan op het pijltje klikken. Ja, tussen die 10 en 30 in. Ik ben Sandy Hendricks, beleidsmedewerker, jeugd en onderwijs van de gemeente Asten. En krachttrekker van de lokale coalitie Kansrijke Start. Eind 2020 ben ik begonnen met het voeren van verkennende gesprekken met verschillende externe partners. Niet iedere partner kende ik persoonlijk. Begin februari hebben we een eerste bijeenkomst gehouden met deze partners. En vanaf het begin heb ik op de agenda het onderwerp gezet betrekken ouders. Tijdens deze bijeenkomst werd al snel duidelijk dat er een tweesplitsing was in deze groep. De ene groep wilde meteen een interventie inzetten voor de ouders. En de andere groep wilde eerst onderzoeken hoe we deze ouders het beste bij de lokale coalitie Kansrijke Start kunnen betrekken. We hebben toen afgesproken dat we in een kerngroepje daarover verder zouden praten. En in dit kerngroepje zitten vier professionals van verschillende organisaties. En ook hierin was die splitsing bespeuren. En al gaandeweg kwamen we wel tot elkaar en hebben we gezegd van ja, het is toch heel belangrijk dat we gaan kijken hoe we deze ouders het beste kunnen betrekken. Dat we ook weten wat er precies speelt en wat er nodig is in Asten om deze ouders goed te kunnen ondersteunen. We zullen daarbij gebruik gaan maken van sleutelfiguren en ook het ervaringsdeskundige. En daar gaan we samen kijken hoe we dit verder vorm kunnen geven. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Erika Nijman en ik ben projectleider voor Kansrijke Start in Almelo. Als afbeelding voor de verloop van ons project heb ik gekozen voor deze mooie klimplant. Als projectleider ben ik erg goed in het uitleggen van de mooie rechte lijntjes. Maar als ik één ding geleerd heb, is dat deze plant groeit en gaat waar hij wil. En dat hij tot bloei komt op de plekken waar hij wil. Zo zijn er bloemen gegroeid op plekken waar ik ze niet verwacht had. Gelukkig zijn er ook bloemen gegroeid op de plekken waar wij ze wel bedoeld hadden. Als ik kijk naar hoe wij in dit project gewerkt hebben met ervaringsdeskundigheid, dan was dat in het begin best een zoektocht. In onze werkwijze staan wij heel dicht bij de ouders. Zij zijn de kern van waaruit wij werken. En mijn collega's vanuit het jonge moederwerk zetten altijd de vraag van de ouders centraal. Dus ergens werken we ook wel met ervaringsdeskundigen. En dat bracht ons op de vraag, wat kunnen wij daar nog meer en nog beter in doen? Hoe kunnen we de ervaringen van de ouders na hun begeleiding nog beter gebruiken, ook voor anderen? Dat was een onverwachte groei van ons project. En ik ben daarmee op zoek gegaan. Ook binnen onze eigen organisatie. En dat bracht mij bij een aantal collega's op het pad die bezig zijn met taalambassadeurs en vrijwilligerswerk. En met hun heb ik me gebogen over de vraag, wat is nu een ervaringsdeskundige? Wanneer spreken we over iemand met ervaring, een ervaringsdeskundige? Wanneer is iemand gewoon een vrijwilliger? Of wanneer is iemand een ambassadeur? En met elkaar zijn we gaan stoeien met die begrippen, maar ook met de vraag, hoe faciliteren we dat en wat hebben ze dan nodig? En hoe kunnen wij er als professionals van leren en gebruik van maken? Dat interne proces heeft mij enorm geholpen en het was binnen Kansrijke Start een hele mooie stap om ook te kijken van, als we dit gaan doen, hoe borgen we dat dan en hoe doen we dat goed? De andere les die ik geleerd heb is dat er in de coalitie draagvlak voor moet zijn. Binnen de coalitie is het dus heel gebruikelijk om dicht bij de ouders te staan waar je mee werkt. Maar als het traject af is, is het af. En binnen de coalitie hebben we met elkaar de vraag beantwoord, wanneer willen we ervaringsdeskundigen inzetten en hoe dan? En wij kwamen tot de conclusie dat we dat graag willen bij anderstalige ouders en bij ouders die wonen op een AZC. Dat zijn voor ons groepen waar we echt meerwaarde zien om ervaring op te gaan doen met ervaringsdeskundige ouders. Ik heb er zelf ook een les in moeten leren, want voor mij was echt een drempel om ouders te gaan vragen. Voor mij zijn het kwetsbare ouders. Maar ik heb geleerd, zeker in de inspiratiesessies bij Pharos, dat ouders die zeggen, hé, maar ik wil wat betekenen voor een ouder, die zijn al verder dan die kwetsbare situatie.
Zij zijn niet meer die kwetsbare ouders. Zij hebben hun issues aangepakt en opgelost. En ze staan daar nu een stap verder van af en ze zijn in staat om daarop terug te kijken en anderen verder te helpen. En dat is voor mij een hele mooie en waardevolle les die ik wil toe gaan passen in de volgende stappen die we in de Almeloze Coalitie willen gaan zetten. En dat waren voor nu de belangrijkste lessen. En ik hoop dat er nog vele mooie bloemen uit gaan bloeien. Dankjewel. Ja, dat waren de twee filmpjes. Dan gaan we nu door naar de volgende twee plaatsen, coalities, naar Noord-Limburg en Vechtdal. Noord-Limburg zal Lianne wat gaan vertellen. En Vechtdal hebben we drie sprekers. Dat is ook een werkgroep geweest waar twee plaatsen ook aan hebben deelgenomen. Coevorden en Hardenberg. Lianne, aan jou het woord. Dankjewel, Marjan. Even een aanvulling. Het gaat om de regionale coalitie Noord- en Midden-Limburg. Dus een groot gedeelte van Limburg, groter dan alleen Noord-Limburg. Ik ben vanuit Robuust samen met twee collega's betrokken bij kwartiermaken voor Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg. Wat misschien goed is om te vermelden is toen wij met die opdracht aan de slag gingen, hebben we ook met elkaar geformuleerd dat we het heel belangrijk vinden om de doelgroep te betrekken. En vanaf de start ben ik begonnen om een groep mensen om mij heen te verzamelen om daar inhoud en vorm aan te geven. En daarmee het gesprek aan te gaan over hoe we dat zouden kunnen doen. Dus dat was ook het startpunt voor de deelname aan de leersessies. We zijn met een groep professionals, dat zijn er in totaal 8 uit de regio, bezig om een plan te maken over hoe we in de doelgroep in de regio willen betrekken. En nou moet ik bekennen, dat plan is heel sterk gericht op het ophalen van behoeften bij de doelgroep. Zoals we ook behoeften opgehaald hebben bij professionals. We zitten nog in de verkennende fase van het programma Kansrijke Start. Dus dat was onze eerste inzicht of opzet. En de deelname aan de leersessies heeft wel een aantal inzichten opgeleverd. Soms een bevestiging van jullie hebben een aantal interessante goede keuzes gemaakt. En soms ook aanleiding geweest om op een andere manier naar te kijken en een andere route in te slaan. En ik wil er graag 3 met jullie delen. De eerste is dat ik eigenlijk al vrij snel geleerd heb het belang om goed inzicht te hebben in wie nu precies de doelgroep is. En dat hebben we eigenlijk vrij snel al opgehaald met de gemeenten die betrokken zijn in deze regionale coalitie. Een van de doelgroepen bijvoorbeeld die hierin specifiek naar voren kwam, waren de Oost-Europese arbeidsmigranten. Dat is in deze regio een heel belangrijke doelgroep. Dus zo hebben we ook gekeken en opgehaald welke doelgroepen we zouden moeten betrekken. Dus dat hadden we in ons plan wel geborgd. Dat was fijn om daarin bevestigd te worden dat dat belangrijk is. Het tweede inzicht heeft te maken met dat het betrekken van de doelgroep verder gaat dan het ophalen van behoeften. Dat is eigenlijk wel waar we in eerste instantie ons plan op gericht hadden. Maar ik heb heel duidelijk ook geleerd dat het verder gaat dan dat. Dat het ook gaat om het samen ontwikkelen en implementeren. Dus dat heeft ertoe geleid dat we ook aan het nadenken zijn van we moeten dat ophalen van behoeften is nog steeds belangrijk, maar we zien het als een onderdeel van. En we willen ook heel graag ervaringsdeskundigen in gaan zetten en kijken hoe we dat in het programma kunnen gaan borgen. En het derde inzicht is ook wel door de leersessies bij te wonen en met elkaar de gesprekken daarover te voeren, geïnspireerd te raken. Is dat we er gewoon echt mee aan de slag moeten. Dat het inspanning kost. Dat het ook weerstand kan opleveren. Maar dat dat geen reden moet zijn om het niet te doen. En dat we vooral moeten volhouden. En eigenlijk de belangrijkste les daarin is dat we gewoon moeten beginnen. En vandaar ook het plaatje hier over de trap. Neem gewoon de eerste stap. Je hoeft nog niet te zien waar je helemaal naartoe gaat, maar die eerste stap kan al een goede zijn en laten we het zo ontwikkelen. Ik zeg dat wat ik ook in het programma doe, lerend ontwikkelen past hier ook wel bij. De eerste stap zetten, evalueren en kijken van wat is dan de volgende stap. Dus dat gaan we nu ook doen met de contacten die er in de regio al zijn met de doelgroepen.
En ons doel is om bij het opstellen van het actieprogramma dit najaar zoveel mogelijk gebruik te maken van de kennis en de ervaring. En ook de inzichten van die verschillende doelgroepen. En dat we ook in de uitvoering, dat is dan weer een fase daarna, ook kijken hoe we daar ervaringsdeskundigen kunnen bij kunnen betrekken. Dus eigenlijk in elke fase. Dankjewel, Lianne. Ja, pak het verhaal ook weer. Dan gaan we nu door naar het Vechtdal. Het woord is aan Minarda, Joke en Indira. Ja, wij vanuit het Vechtdal willen graag een brug slaan tussen de zorgverleners en de zwangeren. Ik ben Minarda Bosman en ik ben als medisch maatschappelijk werker vanuit het Saxenburg Medisch Centrum betrokken. En bij de vroeger bij werkgroep. Nou, in het Vechtdal hebben wij vanuit de verloskundige samenwerkingsverband in 2015 een werkgroep opgestart, vroeger erbij. En dit is eigenlijk een multidisciplinaire werkgroep die bestaat uit eerste lijns verloskundigen zoals Indira, de tweede lijns verloskundigen, gynaecoloog, kinderartsen, jeugdgezondheidszorg vanuit de GGD. Nou, en het Vechtdal is eigenlijk een gebied waar drie gemeentes samenwerken, dus Ommen, Hardenberg en Coevorden. Nou, en vanuit deze werkgroep zijn we eigenlijk in 2017 al begonnen met panelgesprekken voor de prenatale huisbezoeken, waarin de zwangeren zijn bevraagd. Nou, en eigenlijk zijn we vanuit hier weer verder gegaan en hebben we inmiddels een stroomschema leefstijl ontwikkeld, waarin we eigenlijk willen screenen naar kwetsbaarheden binnen de zwangerschappen, waarin elke verloskundige gebruik maakt van een signaleringsvragenlijst en hieruit kwetsbaarheden naar voren komen. Nou, in het vervolg hierop zijn we weer doorgegaan, waar we willen kijken van goh, hoe kunnen wij de zwangeren zo goed mogelijk bereiken. Nou, we hebben met de werkgroep een matrix eigenlijk opgemaakt, met vooral gericht op de leefstijlthema's. Nou, en daar hebben we gekeken van goh, welke informatie vinden wij belangrijk als professionals om te kunnen delen? Waar moet elke zwangere in onze gemeente de informatie kunnen vinden? Nou, en eigenlijk kwam zo de participatiewerkgroep ook vanuit VAROS in beeld van goh, hoe bereiken we nou deze zwangeren? Wat willen we hun voorleggen? Hoe geven wij de informatie? Slaat dat wel aan of juist helemaal niet? Nou, hoe maken we het ook bespreekbaar? Dat zijn allemaal dingen die we graag mee willen nemen uiteindelijk op de website om de brug te slaan tussen de zorgverlening, het sociale domein, de gezondheidszorg en met de zwangeren en de jonge ouders. Nou, en we willen eigenlijk op die brug alle vragen beantwoord krijgen van goh, waar vinden we dus de zwangeren hun informatie en hoe sluiten we ze zo goed mogelijk aan om ze zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Nou, en Joke zal nog wat meer vertellen over de ervaringen die we vanuit deze pilot hebben meegenomen tot zover. Ik ben Joke Muis, ik ben jeugdverpleegkundige bij GGD IJsseland in de regio Hardenberg. En ik wil jullie graag wat vertellen over de ervaringen die ik heb met de interviews die ik heb gehouden met jonge ouders die in de doelgroep passen. En dat zijn ouders waar sprake is van overgewicht en of roken en die een opleidingsniveau hebben van maximaal mbo niveau 2. Dus vallen eigenlijk onder de laaggeletterden. Wat me opviel was dat deze ouders heel erg bereid waren om mee te doen met de interviews. En ze het heel leuk vonden om mee te denken en ze ook graag wat wilden vertellen. Als het had over bereidheid tot eigen gedragsverandering, dan was dat nauwelijks aanwezig. Want ze voelden zich allemaal wel fit en waren eigenlijk ook heel tevreden met zichzelf. Het was wel heel grappig dat tijdens het interview ze allemaal vroegen om een rookpauze. Ik heb ze verschillend voorlichtingsmateriaal laten zien. En een daarvan was het filmpje Slimmer Zwanger van de Erasmus MC. Dat gaat over coaching bij een gezonde leefstijl. En toen ik vroeg, waar denk je aan bij het woordje slimmer? Toen zeiden ze van, ja, dan denk ik hoe je makkelijk en snel en slim zwanger kan worden. Nou, dat is voor mij echt een eye-opener. Dat je denkt, ja, hoe associaties heel anders kunnen zijn.
ouders waren eigenlijk heel weinig geïnteresseerd in het voorlichtingsmateriaal wat ik hen aanbood. Het was divers in papieren folders, in websites en in filmpjes. En het zelf opzoeken van informatie, als ik ze zoekopdrachten gaf, dan was het moeilijk om dat te vinden, omdat ze vaak de woorden ook niet goed spelden. Nou, eigenlijk is wat ik merk dat zorg op maat het allerbelangrijkste is, dat je aansluit bij de ouders, bij hun niveau, bij hun interesse en bij hun vragen. En dan komt de rest wel. Dus het aanbod wat je geeft moet heel summier en erg op maat zijn. Nou, met al deze uitkomsten, we zijn nog volop bezig met interviews, zullen we aan de slag gaan en dan ook weer verdere stappen moeten nemen. Dit is mijn stukje en ik wil het graag overdragen aan Indira. En misschien nog even toelichting op de brug, die hoort bij Minada en mij. Is van ja, waar we vandaan komen, dat was de werkgroep al in 2015 gestart. Dan gaan we met Faros het onbekende tegemoet, een brug over, ergens naartoe waar je niet weet waar je eindigt, maar wel opgehangen aan stevige pijlers, dus goede begeleiding. En dan hebben we de verwachting dat we er wel komen en het een goede uitkomst zal zijn. Dankjewel. Ja, nou, ik ben Indira, ik ben verloskundige in gemeente Coevorden en ik was als invaller bij deze werkgroep ingestroomd. En dus ik heb het hele beginstuk van kansrijke start heb ik een beetje via de zijlijn meegekregen. Maar dit was wel een interessant onderwerp, omdat ik het wel, hè, wij gingen zo'n website maken en dachten van ja, lezen mensen dat eigenlijk wel? En dat was mijn vooropgezette idee van nou, mensen lezen dat vast niet. En, en dus dat wilde ik onderzoeken. En door mee te doen aan dit project heb ik ook weer nieuwe mensen leren kennen. Zoals Annemiek, iemand van de gemeente Coevorden die meewerkt aan een project over kansrijk opgroeien. En zo ontdekte ik dat mijn netwerk dan steeds groter werd. En daardoor ook meer in contact komt met nou, mensen die kunnen helpen om mensen te betrekken bij wat wij doen. En zoals Joke, die heeft al interviews gedaan. Ik heb de mensen nu gevraagd of ze mee willen doen. En dat willen ze, alleen er moet nog even het bij elkaar komen worden georganiseerd. Dus daar sta ik. En dat is wat ik geleerd heb en waar ik naartoe ga. En Minarda en Joke hebben wel uitgelegd wat we daar uiteindelijk mee willen. En ik had ook een plaatje, maar ik heb het niet naar Emmy gestuurd. Dus dat kan niet worden gezien. Welk plaatje had je? Kun je het mondeling even toelichten? Ja, ik had een plaatje van een visnet. Want ik dacht, een visnet, dat is, zijn wij als al die werkers, ervaringsdeskundigen. We zijn allemaal met elkaar verbonden. Alleen, ik heb het idee dat de mazen van het visnet nog zo groot zijn dat we elkaar nog niet zo goed kunnen vinden. En door dat wat we nu doen, de mazen wat kleiner maken en elkaar makkelijker weten te vinden. Dankjewel. Ja, mooie toelichting. En dat is inderdaad wat we ook wel breder zien bij de coalities. Dat er ook veel gebeurt in het onderlinge contact met de mensen die bezig zijn gegaan met het vraagstuk van het samenwerken met de mensen om wie het gaat. Dank aan alle sprekers voor jullie prachtige verhalen. Ook het willen delen en het mooi delen ook van jullie ervaringen, jullie inzichten en de beelden. Zijn er vragen in de chat gesteld? Ik zag iets voorbij komen over of ervaringsdeskundigen ook mee hebben gekeken naar de vragenlijst. Volgens mij was het bij Vechtal. Kan iemand van Vechtal daarop reageren? Nee, volgens mij niet. Maar moet iemand mij aanvullen? Ja, was een vraag voor mij. En ik denk dat het wel belangrijk is
En dan kom je weer op die driehoek uit van die wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringsdeskundigheid. Een kinderpsychiater gaf mij eens het voorbeeld van een moeder die eigenlijk wilde vertellen dat er sprake was van huiselijk geweld. En dat ze helemaal achteraf, jaren later, pas heeft verteld van ja, maar jij vroeg er niet naar. Had het aan me gevraagd gewoon of ik mijn kind sloeg, dan had ik willen antwoord geven. Maar doordat je er niet naar vroeg, kon ik het niet vertellen. Dus ook bij dit soort vragenlijsten is het denk ik heel belangrijk om ervaringsdeskundigen daar goed in te betrekken. Omdat je dan tot een andere vragenlijst kunt komen en je dan meteen al een andere start maakt als je andere dingen vraagt en betrekt. Dankjewel Jenny, een mooie toevoeging. Hoe het proces is gegaan, vanuit FAMS is er heel veel ervaring inderdaad ook met vragenlijsten, met interviews houden. We hebben een soort script ook toegestuurd en ontwikkeld, specifiek op de vraagstukken die leeft in het Vechtdal. Waar inderdaad ook uitgeput kon worden om te kijken van hey, wie heb ik voor me en daar pas ik de vragenlijst op aan. Maar dit is een hele goede tip, ook wellicht een volgende stap ook voor het Vechtdal om daar eens naar te kijken. Ja. Zijn er nog meer vragen gesteld in de chat? Er is nog eentje volgens mij. Saskia, misschien kun jij even toelichten jouw vraag. Ja, we hebben het over verschillende doelgroepen. Ik hoor asielzoekers voorbij komen, ik hoor zwangeren voorbij komen. Hoe zorg je ervoor dat je een gerichte doelgroep krijgt, dat het dus niet te groot wordt? Want wij zijn het ingegaan, Wierden en Enter zit ik. En daar kwamen, omdat we met heel veel mensen bij elkaar zaten, wat natuurlijk heel veel bracht. Oh ja, ik vind die en ik vind die doelgroep, maar ik denk dat dat te groot wordt. Hoe zorg je ervoor dat je hem toch in de trechter terecht laat komen en ja, gerichter kijkt naar die doelgroep? Mooie vraag. Ja, wat wij eigenlijk altijd zeggen van de cijferschets die we altijd opleveren ook voor de coalities, van kijk daarnaar. Het is natuurlijk wel de meest kwetsbare groep en daar gaat kansrijke start over. Start is met die meest kwetsbare groep om die in beeld te brengen, want die is ook het meest lastig te bereiken en te betrekken. En begin klein, ja, bespreek inderdaad ook echt met je professionals aan tafel van waar zijn ze, in welke wijk en wie heeft met wie contact. Dus probeer het ook vrij vlot zo praktisch mogelijk te maken. Dat je kijkt, daar heeft het Vechtdal ook ervaringen mee. Van welke professional heeft met wie contact? Met wie zou je, met welke ervaringsdeskundige zou je makkelijk in contact kunnen treden? Joke, zou je daar misschien nog iets over kunnen vertellen over hoe je dat hebt aangepakt? We hebben de profielen opgesteld. En we hebben gekeken naar de cijfers en uitkomsten van waar staat je gemeente. Dat geeft heel veel informatie. En we hebben vooraf bepaald welke onderwerpen we aan deze groep wilden laten zien. Waar we ons voorlichtingsmateriaal heel graag op willen aanpassen. En zo kwamen we tot een doelgroep. Uiteindelijk was dat best wel lastig om die doelgroep te definiëren. En kwamen we gaandeweg met het uitnodigen van mensen toch wel met hele andere criteria uit. Want als je te veel criteria opstelt, vind je de mensen gewoon niet. Dus het was bij ons dat we zeiden van nou, we gaan over die onderwerpen zullen we vragen. Dus dat moet aan de orde zijn. Bij ons was dat voeding en bewegen en roken en het opleidingsniveau. Dankjewel Joke. Ja, mooie toelichting. Ja, misschien kan Lianne Marjan daar nog iets meer over zeggen. Ze schrijft ook iets over in de chat. Ja, wat wij in Noord- en Midden-Limburg hebben gedaan is, we hebben inderdaad gekeken naar de cijfers, dus waar zitten de risico's. En we hebben ook bij alle betrokken gemeenten actief in een sessie opgehaald van als jullie nu nadenken over problematieken die jullie zien in jullie eigen gemeente, wat zijn dan de belangrijkste, wat komt er dan bovendrijven? En dan zag je een aantal grote gemeenten delen, maar ook wel specifiek per gemeente bepaalde groepen. En we hebben ook best wel wat sessies gehad nu met professionals. En daar halen we ook wel informatie uit. En eigenlijk dat bij elkaar heeft ons binnen de groep hebben we dus besproken van met deze informatie denken we dat we nu die eerste interviews die we willen gaan doen met deze doelgroepen willen gaan doen. En dan is het natuurlijk wel de uitdaging, waar vinden we ze dan? Maar dat is de next step, zeg maar. Mooi. Dankjewel. Ja.
Ja, dan gaan we nu denk ik door naar het volgende onderdeel. Maar niet voor nogmaals dank aan alle sprekers en ook de vraagstellers van dit onderdeel. Prachtig. Nou, nu gaan we zo naar de breakout rooms. Dan is er meteen even tijd om snel nog even koffie te pakken en naar het toilet te gaan. We gaan de groepjes indelen met ongeveer 3 of 4 personen. En in die groepjes willen we graag dat jullie in gesprek gaan over wat is je tot nu toe bijgebleven van deze bijeenkomst? Wat waren nou echt eye-openers waarvan je zegt, nou, dit wil ik even gaan delen. En we zijn ook heel benieuwd van, wat heb je nodig om deze samenwerking met de mensen waar het om gaat vorm te geven? Hoe ga je nu met je coalitie hier mee aan de slag? Daar hebben we ongeveer 20 minuten voor. Dan komen jullie weer terug, krijgen we nog een korte plenaire terugkoppeling. Maar goed, er is dus wel even tijd om koffie te halen en naar het toilet te gaan. En dan zien we jullie straks terug als jullie terugkomen uit de groepjes. Misschien is het gewoon heel goed om onze ervaringsdeskundigen, Jenny en Judith, is te vragen wat er net besproken is aan eye-openers in jullie groepjes. Jenny, Judith, kan ik even jullie het woord geven? Nou ja, je kan mij het woord geven, maar mijn internetverbinding viel weg. Dus toen ik terugkwam, toen werd er nog wel gevraagd, moet ik je nog even plaatsen? Maar ik denk, ja, jullie zitten nu al zo lekker in gesprek, dus ik heb maar even gewacht. Nou, dan Jenny en ik dacht ook Lubna. Misschien is Lubna er nog? Dan ook leuk om Lubna even te vragen. Jenny, misschien kan jij als eerste. Ja, ik zat met Lisette en Janne uit Kagen-Braassem en Lansingerland. En zij zijn eigenlijk net een beetje begonnen en zijn heel blij met wat ze hier allemaal meekrijgen. En willen volgens mij ook meer hiervan. En ook het nut van elkaar kunnen vinden en bevragen en delen. En dat je eens even misschien iemand opbelt of ergens een vraag kan droppen. Want je zit best wel alleen natuurlijk met van nou, hoe gaan we dit nou helemaal doen? Het handig was dat ik hun regio's goed ken en dat ik ze meteen ook even kon aanwijzen van, nou, dit is een handig startpunt om je eigen regio te verkennen qua ervaringsdeskundigheid. Mooi, waardevol. Goed heb verwoord, dames. Ja, misschien kunnen zij nog wat aanvullen. Nee, ja, ik denk dat Jenny dat goed goed verteld. En ik vind het inderdaad heel zinvol om dit voor mij voor het eerst. En ik krijg hier wel heel veel energie en inspiratie van. Dus dat... Oh, blij om te horen, Lisette. Hartstikke goed. Ja. Voor mij geldt ook hetzelfde. Ik ben ook net nieuw bij de gemeente en dus ook net nieuw bij Kansrijke Start. Dus het was hartstikke fijn ook om van nog andere gemeentes ervaringen te horen, maar ook van de ervaringsdeskundigen. En inderdaad ook het gaat gewoon doen. Dat was ook een hele waardevolle en fijne tip. Heel mooi. Ja, heel mooi. Zijn er nog andere mensen die iets willen toevoegen? Nee? Ja, ik kan nog even iets terugkoppelen. We hadden ook wel ik had een gesprek met Janneke Schilder uit Utrecht. Mooi. Mooi vond, we hadden het nog even over dat er dus een hele wereld aan complexiteit in vormen van ervaringsdeskundigheid is. En dat is mooi. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook belangrijk, gewoon begin ergens. Hè. Dat vond ik ook mooi van Limburg, die boodschap. Van neem gewoon die eerste stap, evalueer hem en pak hem daarna weer de volgende stap, zeg maar, wat op je pad komt. Maar wat ik mooi vond in Utrecht is dat zij gewoon hele korte lijntjes hebben met oude raden en cliëntenorganisaties. Waardoor het ook makkelijker maakt om ze erbij te halen op het moment dat je een vraag hebt. Dus je relatiebeheer, zeg maar, als coalitie, dat je daar ook op inzet, dat is denk ik een heel belangrijk aandachtspunt. En zij hadden zelfs gewoon 1 sparringsouder die je altijd even kort kan bellen om dus een vraag even snel voor te leggen. Dus ik denk daarin investeren als coalitie, dat vond ik wel echt een hele mooie tip. En dat je er wel echt voor zorgt dat de mensen die je spreekt ook echt de groep vertegenwoordigen. Dat zij de stem zijn. Jenny zei laatst heel mooi van de lege stoel. De mensen die niet zo op de voorgrond durven te treden, maar natuurlijk wel heel belangrijk zijn in het gesprek. En wat ik leuk vond was dat ze zei dat ja, als je gewoon met ouders gaat spreken, dan wordt iedereen gewoon blij. Ja. Dan gaat het droge beleidsdocument komen van het papier af en gaan leven. En dan wordt je werk eigenlijk ook gewoon leuk. Dus ik denk, weet je, het kost inspanning en het is misschien soms spannend en er komt ook wel weerstand. Zoals Limburg zei, maar het is vooral ook heel erg leuk en inspirerend en waardevol.
Heel mooi, Christa. Ja, kom in mijn groepje ook terug. Ga gewoon in het wijkcentrum zitten als we straks meer vrijheden hebben. En ga gewoon het gesprek aan. Voel wat er leeft en beweegt. Angela, jij wilde graag nog iets toevoegen. Ja, dank je. Ja, in mijn groepje. Ik zat met Anja Ton, gezondheidsmakelaar, prachtig woord, in Nijmegen bij de GGD. En Kira Juriens van de gemeente Brummen. Allebei nog wel druk met kansrijk start, maar ook nog aan het zoeken van hoe doen we dat nou met ervaringsdeskundigheid. En in combinatie met in ieder geval ook mijn ervaring, eye-opener misschien niet, wist ik het wel, maar toch goed om dat weer bewust te zijn. Ook uit de verhalen die ik hoorde vanochtend van alle lokale coalitie, die ik prachtig vond om die ervaringen terug te horen. Maar ook dat we het gewoon hardop mogen zeggen, dat er ook een drempel is om hiermee aan de slag te gaan. En dat het ook best wel ingewikkeld is. Dat je ook een soort van, ga ik dan vragen naar mensen hun verhaal? En durf ik dat? En in welke vorm doen we dat dan? En waar, inderdaad, wat ook in de chat stond, waar vind ik ouders? Het zijn allemaal mensen, zoals allemaal met elkaar. Dus, maar dat is er ook. En dat is ook goed om dat ook bespreekbaar te hebben met elkaar. En Jenny, ik heb ook gezegd van bel gewoon Jenny. Die heeft heel goed zicht op al die organisaties. En die kan je heel mooi op weg helpen. Maar ook jullie, ook andere mensen in de spiegelgroep zijn allemaal zeer bereid om gewoon mee te denken. Maar het is wel goed om dat ook hardop te zeggen. Dat het ook gewoon wel een drempel is om dit te doen. Ja. Eens. Er is niet voor niks ook dit leerstraject gestart. Hè? Dat is een van de redenen om dit te starten. Ja, Joke, ik zag nog jouw handje ook. Ja, vanuit de chatroom. Met Marian en Gosse. Ik zat nog wel een beetje van en hoe ga je dan die ervaringsdeskundigen inzetten en waar en wanneer? Ik denk het vinden, dat gaat nog wel. Ze zitten gewoon in mijn doelgroep vanuit mijn werk. En toen was de tip van Marian van, laat er gewoon meedraaien in de werkgroep, aan het begin al. Terwijl ik nog wel gauw heb van, laten we eerst starten met de werkgroep, alles helder hebben en dingen uitzoeken. Maar dan gaat er heel veel kostbare tijd verloren, want zo'n ervaringsdeskundige zou heel veel dingen voor ons ook kunnen doen. En dat scheelt ons tijd en in tijdsdruk ook. Dus dat was een hele goede tip van, neem haar heel snel mee, of hem. Mooi. Zijn er nog andere zaken die mensen willen toevoegen? Nee? Nou, dan gaan we naar de afronding, Marian. Ja, precies. Ja, is alweer zover. Het leertraject. Jullie hebben allemaal een overview gekregen van wat is er geleerd. Hopelijk zijn jullie geïnspireerd geraakt. We gaan hiermee door. In september start een volgend leertraject. En bij deze de uitnodiging aan jullie allemaal om je op te geven. Goed om te benoemen dat jullie vraag centraal staat. En daarmee gaan we aan de slag. En ook jullie tijdsinzet is ook bepalend. Dus daar maken we gewoon op maat een trajectje van. Dat is wat we in ieder geval jullie mee willen geven. Ga ook in gesprek met je adviseur hierover. Die weten ook van de hoed en de rand en weten anders de weg te vinden naar de experts om jullie verder te helpen. En graag horen we ook jullie tips en tops nog naar aanleiding van deze bijeenkomst. Na deze bijeenkomst ontvangen jullie een mailtje van Amy om weer eventjes aan te geven wat we jullie van vonden en suggesties. Die nemen we ook weer mee naar het volgende leertraject. Dus het volgende leertraject wordt naar verwachting een verbeterde versie van de eerste. Voor dit moment, dank ook in het bijzonder alle coalities die hebben meegedaan en de Spiegelgroep. Het was ook een avontuur, ook voor ons. Dus onze geleerde lessen gaan we ook zeker opnemen in het ABC-document. We hebben er enorm van genoten, veel geleerd en enorm dank daarvoor. Ja, echt te gek. Dank jullie wel allemaal. Heel mooi. We hopen jullie te zien bij het volgende leertraject. Misschien mooi om nog even een laatste uitsmijter te geven aan Judith of Jenny. Hebben jullie nog iets dat we als uitsmijter kunnen inzetten? Er is sowieso nog een vraag in de chat. Hoe vinden we meer informatie? Kunnen we ons aanmelden voor het traject? Dus misschien ook nog wel even goed om dat te beantwoorden. En ik vind het heel leuk om te zien wat jullie al ermee hebben gedaan. Hè, van met de eerste sessie. Dus dat is voor ons ook leuk om te zien. En ik hoop jullie ook gewoon te zien bij de volgende leersessie in september. Mooi. En Jenny, wil jij nog wat toevoegen? Ja, ik moest even denken. Oh, ik zag in de agenda staan uitsmijter. Ik denk, oh jee, uitsmijter bedenken. Maar ik heb jarenlang
jongeren ondersteund vanuit een instelling voor jeugd GGZ. En daar moest ik heel veel praatjes altijd houden over waarom jongeren betrokken moesten worden enzovoort. En dan sloot ik altijd af met yes we can, just do it. Hè? Ga aan de slag. Ja, en schroom niet. Ga gewoon lekker doen. En het is niet altijd makkelijk, maar het gaat zoveel opleveren en het is zo belangrijk. En er is allerlei hulp beschikbaar om jullie daarbij te helpen en te steunen. En nou ja, heel veel succes eigenlijk. Ja. Heel mooi, dankjewel. Vanmiddag gaat er een mail de deur uit, hè, waarin we jullie nog om tips en tops vragen. Een soort evaluatie van deze sessie. Maar waarin je je dus ook op kan geven voor het leertraject dat start in september. Oké, dat was het. Dank allemaal. Dank jullie wel. Fijne werkdag.